is echt ongelooflijk wat een bonen ik eraf haal dit jaar. Ik heb nu, even denken, 2 dagen geleden geplukt. En ik denk dat hij nu 2-3 kilo in zit. Je ziet dat er ook wat bonen naast liggen. Dat zijn snijbonen die te dik geworden zijn. Daarvan zijn die pultjes, zeg maar, die erin zitten. Die pultjes die erin zitten, die zijn eigenlijk te veel opgezwollen. En dan vind ik ze niet lekker meer. Je ziet ook echt dat het dan heel hobbelig is. En als je dat vergelijkt met een jongere pul, dan zie je dat hij veel rechter is. En deze zijn gewoon minder lekker. Dus die gooi ik er even naast en die ruim ik strakjes op als ik eraan denk. Vanaf hier het hekje tot en met waar ik hier sta, dat is zo'n 9 meter. En daar groeit deze druif. Zoals je ziet doet hij het heel goed en de druiven zijn ook al heel ver. Alleen, ik heb deze druif gekocht, het zijn er eigenlijk 2, omdat het de Glorie van Boskoop zou zijn. En die heb ik ook thuis in mijn achtertuin en daar ben ik heel blij mee, want die is lekker. En daar kan je sap van maken en... Ik heb er ook al eens wijn van gemaakt. Maar ze zijn vrij compact zoals je ziet. En dat is bij de druiven in mijn tuin niet zo. Dus ik heb het idee dat dit niet de Glorie van Boskoop is waar ik hem voor gekocht heb. Dus wat ik nu gedaan heb, ik heb hier in dit andere stuk vorig jaar een stek gezet van die Glorie van Boskoop. En dan zie je ook dat het echt een hele andere druif is. Hij is sowieso nog niet zo ver, maar de druiven zitten veel losser in de tros. Hij krent zichzelf ook, want je ziet hier die hele kleine druifjes tussen zitten. Dus wat ik nu aan het doen ben, eerst kwam die oude druif, zeg maar, tot hier. En ik ben hem steeds elk jaar een stukje aan het inkorten. Waardoor deze glorie van, de echte Glorie van Boskoop, zeg maar, mijn druif over gaat nemen. De oude druif over gaat nemen. De trossen van deze Glorie van Boskoop zijn ook veel meer open.
waardoor ik veel makkelijker eventuele beestjes ertussen uitschud voordat ik ze in het zakje doe. Dus vandaar dat ik veel meer tevreden ben over deze druif. Wat ik ook op ga ruimen voordat het gaat regenen, dat zijn de uien. Ik pak de uien, ik wrijf even de buitenste schilderen. En dan maak ik een bosje bij elkaar en dat bind ik vast en zo kunnen ze verder drogen. En door de buitenste schilder af te wrijven, voel je ook gelijk of de ui toevallig niet rot is ofzo. Kijk, want dit is duidelijk een zachte ui, die kan je gewoon indrukken. En sommige uien zijn al helemaal ingedroogd. Daar kun je het steeltje al van afwrijven. En die gaan zo in de krat. Dat was hem weer voor deze week. Tot later.